Stampij, dat was er vorig jaar toen twee PvdA-kamerleden van Turkse komaf de fractie verlieten. Ze zouden veel te veel luisteren naar Turkse organisaties. En minister Asscher wilde deze organisaties zelfs onder verscherpt toezicht stellen. Maar na gesprekken met de Turkse gemeenschap blijkt de minister als een blad aan de boom gedraaid. Wat is er aan de hand? Aan tafel twee personen die de Turkse gemeenschap goed kennen. SP-kamerlid Sadet Karabulut en columnist Zini Özdil. Welkom. Ja, deze week schreef minister Asscher aan de Tweede Kamer dat hij nou nauwer gaat samenwerken met die Turkse organisaties. Sadet Karabulut, was u verrast? Ja, ik was verrast omdat het toch wel een hele draai is. Hij begon natuurlijk met dat hij een aantal organisaties wilde monitoren. In ieder geval in kaart brengen wat voor structuur zij hadden. De financiële stromen, omdat de minister bang was voor een parallele structuur. Waarmee zeg maar, met name de politieke invloed vanuit Turkije bepalend is voor deze organisaties. En dat zet soms wel eens een rem op de integratie. En in de brief deze week lazen wij dat ze bondgenoten zijn geworden. Dus dat, ik vroeg mij wel af, waar komt dit nu vandaan? Kijk u ervan op? Nee, eerlijk gezegd niet. Want toen die stampij er kwam van minister Asscher, toen vermoedde ik al dat het vooral voor de bühne was. Want de Partij van de Arbeid die heeft decennia lang eigenlijk mensen die uit dat soort clubs komen, die kun je vergelijken met de SGP of met de PVV, maar dan het Turkse equivalent. Conservatieve, rechtse, nationalistische clubs. Mensen uit dat soort clubs die hebben zowel landelijk als lokaal hebben ze belangrijke posities gehad in de Partij van de Arbeid. Een linkse, in naam Sociaal-Democratische Partij. Toen Asscher met die stampij kwam, ik ga nu dit allemaal aanpakken, toen vermoedde ik al dat het vooral voor de bühne was, want de Partij van de Arbeid heeft een probleem. Hè? Voor welke bühne dan? Met name voor de boze blanke stem die ze zijn kwijtgeraakt. Hè? De midden- en lage klassen die naar andere partijen zijn gegaan. Vanwege onder andere natuurlijk ook het economische beleid van de Partij van de Arbeid. Die zijn vertrokken. Dus het was meer van, kijk mij eens even stoer zijn. Ik vermoedde toen al van dat het niet iets van de lange adem was. Want lokaal zijn dat soort mensen nog steeds springlevend bij de Partij van de Arbeid. Daar zijn geen korte metten mee gemaakt. Ja, ik denk dat ook nog iets anders meespeelt. Die hele felle reactie van de minister was ook een reactie op de Turkse overheid. Die na aankondiging van het onderzoek en dit beleid richting deze organisaties een verklaring had uitgebracht en Nederland betichtte van racistisch beleid. En de minister zei toen zeer terecht van wij gaan over ons eigen integratiebeleid. Ik vind het ongepast, het is ongeïnformeerd. En had onder andere toezegging aan mij en andere Kamerleden gedaan van nou, ik ga dit echt aankaarten en ik ga dit oppakken en oplossen. Ik denk dat uiteindelijk de minister ook is gezwicht voor de druk vanuit Turkije. Erdogan, nou, ons allen wel bekend, die is nogal dictatoriaal, autoritair. En volgens mij hebben ze echt laten merken van ja, Nederland, dit pikken wij niet. Jullie, en dat staat ook in die verklaring, jullie nemen dit terug. Wij zijn bondgenoten of anders gaan wij ons gang wel. En ik denk dat dat ook is gebeurd. Je ziet dat die verklaring van de Turkse overheid nog steeds op de website staat bijvoorbeeld. Ja. Als je dan met elkaar hebt gesproken en je respecteert elkaars waarden en bent het inderdaad erover eens dat mensen een onderdeel moeten zijn en zijn van de Nederlandse samenleving, dan zou op zijn minst de Turkse overheid deze verklaring van de website moeten halen. Hebben ze niet gedaan. Integendeel, ik voorspel dat als dit zo doorgaat, dat ze inderdaad binnen de kortste keren via de organisaties, via de moskeeën, allerlei taallessen en andersoortige hulp aan Turkse onderdanen in Nederland gaan organiseren. En bent u het met hem eens dat die houding van de minister in november alleen maar voor de bühne was? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat, en ik heb dat deze week in het debat ook al gezegd, ik was aangenaam verrast. Ik denk dat de minister wel degelijk inziet, dat schrijft hij ook, of dat schreef hij in al die brieven. Maar ja, dit is een ontwikkeling, hè, een parallele structuur die de integratie belemmert. We zien dat deze organisaties veel meer bezig zijn met het beleid van Turkije dan hier. Nou ja, betrokkenheid, daar is niks mis mee, maar op het moment dat het gaat wringen en botst met de waarden, democratische waarden die wij aanhangen, ja, dan heb je wel een probleem. Dus ik denk dat hij op zich wel oprecht was, maar dat hij inderdaad is teruggevloten door de druk vanuit Turkije, andere belangen, economische belangen. Ik ben misschien wat cynischer dan u, maar ik zie toch een trend. Hè? Een trend niet van gisteren, maar van decennia lang. Zogenaamd integratiebeleid, niet alleen vanuit de Partij van de Arbeid overigens, maar in Nederland hebben wij altijd integratie eigenlijk gedefinieerd als een groep geen overlast veroorzaakt, niet al te zichtbaar is in de eigen club.
club blijft, dan is het prima. Dus al deze clubs, de Diyanet, de Süleymancı-beweging, de Gülen-beweging en de Milli Görüş, nogmaals, dat zijn clubs die ideologisch kunt vergelijken met de SGP, met neonazi's zelfs, waar ze tegen aanschuren. Als je als vergelijkt u met neonazi's? Bijvoorbeeld de Süleymancı-beweging, die heeft nauwe banden met de Grijze Wolven. Dat zijn de Turkse equivalent van neonazi's. Dat is prima, dat kan in een democratie. Alleen, als jij als sociaal-democratische partij zegt, wij gaan dat soort clubs faciliteren, we gaan mensen uit dat soort clubs op kiesbare plekken zetten, met uiteindelijk de bottomline van stemvee trekken, maar ook nog een ideologisch sausje eroverheen van diversiteit, terwijl ze dezelfde tolerantie niet hebben voor SGP'ers. En nu ook nog eens als minister zegt van we gaan samenwerken met dat soort clubs voor integratie, dan is er iets diep problematisch aan de hand in het land. Dat klopt wel. Alleen ik geloofde hem toen wel dat hij oprecht was en dat zou willen veranderen. Alleen nu moet ik constateren dat hij inderdaad 180 graden is gedraaid. Dat u zegt, dan is het u zegt hij bent meer. In. Als hij draait, ben je toen niet meer oprecht? Inmiddels niet meer, nee. Dus, ik vind hem nu ongeloofwaardig. Okay. Ik vind het ook een nederlaag. Nee, maar u zegt hij bent in. Kan het niet ook een slimme strategie zijn geweest om in november heel hard in te zetten en te confronteren en daarmee die organisaties eigenlijk te dwingen tot samenwerken? Wat ze nu maar je zou doen. Dus niet moeten samenwerken met dat soort organisaties. Precies. Als overheid niet, zeker niet voor integratie. En helemaal niet als sociaal-democratische partij. Dat doe je niet. Je gaat ook niet met neonazies samenwerken. Maar transparantie eist de minister. Hij zegt dat, ja. Dat gaan we nu ook verkrijgen doordat we met ze in gesprek zijn. Ja, dat is zo. Sorry hoor, maar dat vind ik echt prietpraat. Dat betekent helemaal niks. Ik zal een voorbeeld geven. Een aantal jaren geleden was er ophef over internaten. Er zijn heel veel internaten, waarvan een aantal ook illegaal in Nederland. Vanuit dat soort clubs. Er was een soort van onderzoek naar. Er werd een fotoreportage gemaakt door een krant. En je zag prachtige foto's. Ja. Slaapzalen, computers. Het gaat goed. Het grappige was, als je dus de Turkse context niet kent, de Turkse taal niet kent, dan zie je ook niet wat er intern wordt gedaan. Toevallig stond er op een van die foto's een kind met een boek. Op de cover van het boek stond in het Turks het bloed van onze martelaren. Nou, dat is wel een indicatie van over wat voor ideologieën we praten. Maar die internaten zijn nu toch onder controle gebracht? Die worden kijk, wij hebben daar als Kamer heel veel druk op uitgeoefend. Daar wonen kindjes niet alleen in onveilige omstandigheden, maar we weten inderdaad ook niet op welke manier ze al dan niet gehersenspoeld worden. We hebben heel veel druk op uitgeoefend. De minister is bezig met een initiatiefwetsvoorstel. Dat moeten we binnenkort in de Kamer bespreken. Alleen wat je nu ziet is door de bondgenootschap en het samenwerken eigenlijk de internaten zichzelf moeten gaan controleren. En ik denk dat dat niet de manier is om hier grip op te krijgen. Dus natuurlijk, je moet met elkaar in gesprek blijven om vooruit te komen. Alleen die transparantie, die hebben wij nog altijd niet. En je zou verwachten dat als het je vrienden zijn, dat we die informatie over financieringstromen, over welke beleid zij voeren, de inhoud, dat we dat allemaal op tafel zouden maar moeten hebben. Maar dit kan toch een begin zijn? Want als je niet met elkaar in gesprek raakt en je komt in een regime van repressie, dan krijg je loopgraven waar iedereen radicaler van wordt. We moeten helemaal geen repressie hebben. We moeten dat soort clubs ook niet verbieden. Ik ben een liberaal, vind ik van mezelf. Maar waar het om gaat is, dat je dus nogmaals dat soort clubs naar voren schuift als goed voor de integratie. Dat staat ook in die brief die je onlangs stuurde. We gaan samenwerken voor de integratie. Dan heb je beleidsmatig helemaal niks van begrepen. Mijn oplossing zou zijn, laat die clubs gewoon bestaan. Wees ook realistisch van wat voor clubs dat zijn. Kom niet met allemaal mooie verhalen van we gaan samen de integratie bevorderen, diversiteit. Het zijn conservatieve, patriarchale, reactionaire, antisemitische clubs. U zegt het is naïef om te denken dat je die voor integratie kunt laten werken. Exact. Ja, het punt is dat wanneer je onder integratie samenleven verstaat, dus dat mensen elkaar ook ontmoeten, dan verhoudt dit type organisatie zich niet tot die integratie. Het is een aparte zuil. Als je dat prima vindt, een gesegregeerde samenleving met aparte zuilen, dan is het prima. Maar dat is niet de integratie waar ik voor sta. En waar de minister eigenlijk een nog grotere fout maakt, mijns inziens, is dat hij al die krachten en individuen die hier geboren getogen zijn, die niets liever willen dan samenleven en integreren, dat hij die juist links laat liggen en inderdaad de meest conservatieve bondgenoten gaat opzoeken. En bent u het ermee eens dat die oekase uit Turkije, Nederland is racistisch, dat die effect heeft gehad op het beleid van Asscher? Ik vermoed van niet. Ik ben niet met mevrouw Karabulut eens dat hij zozeer gezwicht is voor Turks druk. Ik denk dat hij, Asscher, strategisch heeft bedacht van oké, ik heb nu mijn slaatje kunnen slaan uit die ophef die ik heb veroorzaakt. De harde hand, kijk mij streng zijn.
En nu wil ik weer natuurlijk die stemmen vanuit die clubs niet kwijtraken. Kijk, wij praten er vanmiddag over, maar voor de rest is er niet mee te koop gaan lopen met die brief van deze week. Nou ja, we hebben er maanden om moeten zeuren. Dus. Ja, nee, precies. Hè. Dus, maar even nog naar de kwestie waar het uiteindelijk om gaat. Die integratie van Nederlands met Turkse wortels. Dat is ook volgens jullie een groot probleem. Absoluut. Ja, er zijn heel veel Turkse Nederlanders die het ontzettend goed doen. Maar er zijn ook grote delen van de gemeenschappen die, zo blijkt ook uit ieder onderzoek, naar binnen gekeerd, een vrij afgezonderd bestaan en veel meer bezig zijn met bijvoorbeeld Turkije dan hier. En dat is problematisch. Er zijn taalachterstanden, dus er is feitelijke segregatie. En dat zijn allemaal punten waar je eigenlijk werk van zou moeten maken. Dat zegt de minister ook. Ik citeer even uit zijn brief van deze week. De problematiek van jongeren die hier geboren zijn, maar van deze samenleving geen deel willen uitmaken, is urgent. Ja, alleen ik ben het niet eens met hoe die het heeft geformuleerd. Kijk, het probleem is, na 50 jaar arbeidsmigratie, een halve eeuw, hebben we hier te maken met een hele grote groep Nederlanders die van zichzelf al niet vindt dat ze Nederlanders zijn. Ja. Ik spreek met heel veel jongeren op de Erasmus Universiteit, 18, 19 jaar, hier geboren en getogen. Ze zeggen allemaal tegen mij, ik ben geen Nederlander, ik maak mijn studie af, ik ga terug naar Turkije. Terug naar een land waar je niet bent geboren. Dus het, in plaats van dat het Turks erfgoed een aanvulling is op je Nederlandse identiteit, is het andersom of juist alleen maar Turks. En daar ligt het probleem. Kijk, ook integratie nogmaals, het moet geen normatieve term zijn in termen van beleid. Wat mij betreft kun je ook integreren als Feyenoord-hooligan, of als crimineel, of als bijstandsmoeder. Ja, en hoe gaan we dit dan vervolgens oplossen, volgens u? Ik denk dat wat heel belangrijk is, wat Nederland, maar ook Turkije zou moeten erkennen en zou moeten uitdragen, is inderdaad, we zijn allemaal Nederlanders. Je hebt verschillende achtergronden, we zijn allemaal Nederlanders, dat is dat burgerschap, daar horen rechten en plichten bij. En ik merk dat inderdaad na 40, 50 jaar migratie mensen nog steeds moeite hebben om mensen zoals Sini en mij als Nederland te beschouwen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En kan de Nederlandse overheid daar iets aan doen? Ja, zeker. Ten eerste stoppen met het zogeheten integratiebeleid, wat in feite segregatiebeleid is geweest. Het stimuleren van segregatie. Leg dat even uit. Wat ik net al zei, al 30 jaar, 40 jaar zoveel mogelijk zogenaamde nieuwkomers apart proberen te houden. Een aparte wijk proberen te zetten. Rare woorden zoals allochtoon verzinnen om burgers aan te duiden. Ik kan een uur doorgaan. Kappen daarmee. En wat kunnen Turkse Nederlanders zelf doen om beter te integreren? Nou ja, die positie opeisen en inderdaad de strijd voeren. Of dat nou de strijd is tegen discriminatie, maar ook voor samenleven. Ik ken zo ontzettend veel moeders die heel graag willen dat hun kinderen naar gemengde goede scholen gaan in plaats van die zwarte scholen. Dat zijn allemaal zaken waar mensen zelf aan zet zijn. En natuurlijk, ik bedoel, dit land moet je ook opeisen. Je Nederlanderschap moet je ook opeisen. Dus daar moet je ook voor knokken. En niet achter dat soort echt clubs aanlopen waarvan we weten dat die een hele andere politieke agenda hebben. Die zullen echt niet de problemen van de Turkse Nederlanders in Nederland oplossen. Ja, inderdaad, die clubs die houden de zogenaamde achterban ook in het gareel. Inderdaad. Want er zijn inderdaad, dat is het ironisch aan die Turkse brief. Erdogan heeft gelijk, helaas. Er is heel veel discriminatie en racisme in Nederland. Arbeidsmarktdiscriminatie documenteren we al 30 jaar. Er wordt niks aan gedaan. Dus die jongeren die worden ook vanuit die ontwikkelingen, vanuit het rechtse discours in Nederland, terug naar die zogenaamde Turkse identiteit geduwd. Maar het punt is juist, historisch gezien, burgerschap, gelijkheid, eis je op van onderaf. Door te zeggen, ik ben een Nederlander, of je het nou leuk vindt of niet, we gaan ermee aan de slag. Maar dat wordt gestokt door deze soort... Maar u zegt historisch gezien, hoe ziet u die historische lijn van integratie? Gaan we daarin vooruit of achteruit? Er was een onderzoek van Motive Action dit jaar, wat een hoop gedoe gaf. Want daaruit bleek dat 80% van de jonge Turken IS en Syrië steunt. Ja, over dat onderzoek, dat is al best wel aangetoond dat dat geen zorgvuldig onderzoek was. Maar los daarvan, om uw vraag te beantwoorden, de commissie Blok, die heeft 20, 30 jaar geleden al geconcludeerd dat via de beïnvloeding van de landen van herkomst en moskeeën dit type organisaties de integratie belemmerd wordt. Ik had verwacht van Asscher dat hij vooruit wilde. En ik zie nu eigenlijk weer terug een beweging, politieke beweging, terug in de tijd naar integratie met behoud van eigen identiteit. Dus laat ze maar lekker apart in die cel. Is het rustig, niet ingewikkeld. Dus in dat opzicht denk ik, ja, dat is achteruitgang. Ja, nee, het is dus heel erg betuttelend ook eigenlijk. Hè? Heel erg paternalistisch. Wat is betuttelend? Nou, door te zeggen van, hey, kijk, dat jullie allerlei reactionaire, patriarchale, homofobe clubs hebben, is leuk. Dat is lekker multicultureel. We tolereren dat niet van SGP'ers, van zwarte kousen. Maar dat jullie het doen, dat noemen we even integratie. Ga maar lekker in je eigen wijk zitten met je moskee en je club. Ik vind dat heel betuttelend. Het heeft niks met echte integratie te maken. Om terug te komen op wat u net zei over dat motivation onderzoek, dat is het interessante. Dus Asscher, die heeft eigenlijk dat onderzoek besteld. En hij heeft een aantal
uitkomst van het onderzoek uit de context naar voren geschoven van kijkers. Ik vind het een zorgwekkende ontwikkeling. Hij insinueerde inderdaad dat 80% IS zou steunen, wat absoluut niet het geval was. Ook bleek ook niet uit het onderzoek. Maar nu zien we opeens een heel andere Usher. Maar daarmee loopt hij niet te koop. Dat vind ik dus heel erg opportunistisch. Oké, politiek eigen. Oké, helder. Dank voor jullie komst. Dank voor dit gesprek.